Welkom bij de breakout sessie E. Ik hoop dat iedereen in de goede zaal zit. Mijn naam is Eddie Zeehuizen. Ik ben programmamanager bij de gemeente Utrecht voor het in de cloud brengen van onze ICT-infrastructuur. Dat hebben we de afgelopen 3 jaar zijn we daar druk mee bezig geweest. Gemeentes zijn, zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten, aanbestedingsplichtig. Dus daar zit een heel voortraject aan vast voordat we daadwerkelijk kunnen en mogen gaan implementeren. Wat we hier bespreken is een praktijkcase die we binnen het programma UCloud hebben uitgevoerd voor onze VDI-infrastructuur. Een van de projecten die er gedraaid hebben binnen mijn programma. Nou, wat specifieker ingaan op schaling. Hoe schaal je nou je eigen infrastructuur? Waar moet je op letten? Nou, allemaal van dat soort aspecten hoop ik zometeen met jullie te kunnen bespreken. Ik heb overigens geen vragen voorbereid voor jullie. Mochten er vragen van jullie zijn, val me gewoon in de reden. Geen enkel probleem. Wat mij betreft kunnen we het zo interactief mogelijk houden. Ja? Programma voor dit komend half uur. Jullie ontkomen er niet aan, maar ik wil toch even een heel klein stukje vertellen over wat de gemeente Utrecht precies doet. Wat uiteindelijk onze aanleiding is geweest en wat de uitgangspunten zijn voor onze vernieuwing van de ICT-infrastructuur. Wat precies allemaal binnen het UCloud-programma gerealiseerd is of nog wordt. We zijn nog niet klaar. Uiteindelijk van hoe ziet onze infrastructuur, onze VDI-omgeving eruit. En mochten er nog vragen zijn, maar goed, wat ik net al zei, val me gerust in de reden. Dan komen we deze sessie met z'n allen door. Gemeente Utrecht, vierde gemeente van Utrecht, of van Nederland. Circa 330.000 inwoners. Ongeveer 5.000 medewerkers. Nog steeds verdeeld over 80 locaties. Weliswaar zitten we inmiddels in een heel mooi nieuw pand. En is er voor centrale huisvesting gezorgd. Nog steeds hebben we veel decentrale locaties. En om je een voorbeeld te geven van een decentrale locatie is een zwembad. Een zwembad is wat lastig om die onder te brengen op een centrale locatie. Kan wel, maar ja, dat wil je toch ook vooral binnen de wijken van de gemeente zelf inrichten. En zo zijn er nog veel meer van dit soort voorbeelden. Hè. Wijkservicecentra's, gezondheidslocaties. Nou, allemaal van dat soort locaties zitten nog steeds in de stad. Breed scala aan taken. Hè. Openbare orde en veiligheid. Gemeente streeft ernaar om zo veilig mogelijk te zijn. Heeft het beleid recentelijk weer aangepast om de jeugdcriminaliteit aan te pakken, beter aan te pakken. Allemaal van dat soort dingen. We doen ook toezicht en handhaving, gezondheid, publieksdienstverlening, een hele belangrijke. Uiteraard, daar kennen de meeste de gemeentes wel van. Paspoort verlengen, ophalen, rijbewijs, allemaal van dat soort aspecten. Nou, dat wordt allemaal binnen de overheid en binnen de gemeentes gedaan. We doen ook wat aan cultuur en aan sport. Dus echt een breed scala aan taken. Uiteindelijk de aanleiding voor het UCloud-programma. We zijn eigenlijk twee grote stromingen in geweest. Dat is een nieuw gebouw als katalysator voor zeg maar even de hele vernieuwing van onze infrastructuur en een nieuwe organisatie. Die twee aspecten zijn eigenlijk de belangrijkste sporen geweest om te vernieuwen. Afgeleid daarvan is binnen het gebouw, binnen de nieuwe organisatie, ook een nieuwe manier van werken geïntroduceerd. Daar weer afgeleid ook een nieuwe werkplek uiteindelijk. We hebben verschillende soorten werkplekken gerealiseerd binnen het nieuwe stadskantoor. Zo zijn er standaard werkplekken, gewone werkplekken, maar ook lounge werkplekken. Als je
je kan lekker achterover hangen en op basis daarvan gaan werken. Feitelijk een werkplek die, ja, de activiteiten die je op dat moment aan het doen bent, daar kan je een passende werkplek voor vinden. Ook huiskamers waar tv's hangen en nou, noem het allemaal maar op. Allemaal van dat soort mooie voorzieningen zijn er in het stadskantoor gekomen. Het stadskantoor staat midden in het centrum van Utrecht, bovenop Centraal Station. Ik weet niet of mensen er zijn die het inmiddels al gezien hebben, maar het is echt een heel prominent gebouw, prominent aanwezig. Je kan ook als bezoeker niet meer parkeren in het, dus feitelijk niet met de auto komen omdat er geen parkeermogelijkheden zijn. Het is allemaal gebaseerd op openbaar vervoer. Ook voor de burgers, alles op openbaar vervoer of uiteraard met de fiets. Of in de omgeving je auto kwijt zien te raken, wat veel van mijn collega's overigens doen. Nou, dat even kort. Feitelijk zit hier nog één stroming onder. En dat is ook het wegwerken van achterstallig onderhoud. We zijn, toen bekend was dat wij naar een stadskantoor gingen, hebben we investeringen stopgezet en feitelijk voor ons uitgeschoven om straks met een moderne ICT-voorziening het stadskantoor in te gaan. Dus uiteindelijk hebben we ook achterstallig onderhoud daardoor opgelopen en die hebben we weggewerkt in de afgelopen jaren. Zo hebben we onder andere Windows 2003 platform vervangen naar het Windows 2008 platform. Nog niet naar 10, want dat zou weer een stap te ver zijn voor de gemeente. We zijn ook naar Windows 7, hè, de migratie van XP naar Windows 7 hebben we ook gedaan. Al van dat soort achterstallig onderhoud hebben we weggewerkt. Hoe hebben we dat gedaan? Er zijn feitelijk 3 sporen uitgezet binnen de gemeente. En uiteindelijk wil de gemeente open zijn, hè, veel meer transparant zijn, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Dat zijn echt keywoorden die inmiddels geworteld zijn in onze nieuwe organisatie. Er zijn 3 sporen, wat ik al zei. Fysiek, het nieuwe gebouw. We hebben uiteindelijk een plug-and-play gebouw opgeleverd. We zijn ook in 1 weekend hebben we meer dan 4000 ambtenaren verhuisd naar het nieuwe stadskantoor. Het oude locatie verlaten. Meer dan 15 locaties waar meer dan 4000 ambtenaren zaten, die hebben we verlaten. En die zijn allemaal verhuisd in 1 weekend naar het nieuwe stadskantoor. Dat kon omdat we een plug-and-play gebouw hadden ingericht. Dus alle nieuwe voorzieningen hebben we eerst daar neergezet en vervolgens zijn we verhuisd naar het stadskantoor. Digitaal, hè? We moeten steeds meer papierarm werken. Medewerkers mochten nog maar een halve meter aan persoonlijke bezittingen meenemen. De rest is allemaal gedigitaliseerd. Het is een heel traject van meer dan 20 kilometer aan papier, aan archieven zijn gedigitaliseerd en inmiddels digitaal beschikbaar. En feitelijk de grootste uitdaging, en dat zie je ook wel een beetje de kloof nu tussen jong en oud, dat is het mentale spoor. Ja, het is toch voor sommigen een cultuuromslag. Geen vaste werkplek meer. Je ziet ook dat de hiërarchie steeds meer aan het wegvallen is, omdat mensen geen eigen kantoor meer hebben. Iedereen van laag tot hoog, behalve ons college, dus de burgemeesters en wethouders, die hebben nog wel een eigen werkplek en een eigen kantoor en een eigen ruimte. Sterker nog, die hebben er inmiddels 2, want het oude stadhuis bestaat ook nog steeds. Maar ze hebben ook een hele mooie omgeving in het nieuwe stadskantoor. Prominent op de bovenste verdieping. Maar de rest is allemaal flexplekken en geen vaste werkplekken meer. Dus daar, dat is nog wel een
een dingetje voor sommigen. Dat we geen vaste werkplekken meer hebben. Even kijken. Ja, nou, uiteindelijk één centrale locatie waar alle dienstverlening ook ondergebracht is. Hè. Dat was ook feitelijk, zeg maar even jaren geleden, toen er in de Raad, praat ik overigens over de vorige eeuw, in 1996, heeft de Raad ooit besloten dat we als gemeente één locatie zouden gaan, in één locatie zouden gaan huisvesten. Nou, alle dienstverlening ook op afspraak, is allemaal nu in één gebouw georganiseerd. De burger hoeft dus niet meer naar verschillende locaties van de gemeente Utrecht als ze verschillende producten van de gemeente afnemen. Dus allemaal nu daar georganiseerd. Nou, wat ik al zei, geen vaste werkplek meer voor medewerkers. Tijd en plaats onafhankelijk. Nou, echt een modewoord voor de afgelopen tijd. We willen allemaal tijd en plaats onafhankelijk. En daar hoort ook nog eens bij bring your own device. Dus iedereen wil met zijn eigen device kunnen werken binnen het stadskantoor. Nou, dat is allemaal via moderne ICT en via verschillende voorzieningen gerealiseerd. Wat ik ook al zei, papierarm. We gaan ook steeds meer naar self-service. Steeds meer verantwoordelijkheid in de organisatie neerleggen. Zodat we dat niet meer hoeven af te handelen bij onze eigen ICT-afdeling. Even de tijd in de gaten houden. Nou, wat ziet de organisatie daarvan terug? Een stadskantoor met een werkplekfactor van 0,7. Dus er zijn minder werkplekken en meer medewerkers. Dat is 's ochtends nog wel eens vechten. Zeker in de eerste 2 weken toen we erin zaten. En zeker de eerste dag. Want toen kwamen er in 1 keer 5000 ambtenaren in 1 keer naar het nieuwe gebouw. Iedereen was uiteraard geïnteresseerd. Nou, toen zijn we tegen wel wat beperkingen van het gebouw en van het werkplekconcept aangelopen. De liften die de capaciteit niet aankonden. Dus daar is nog wel wat reuring in de pers over geweest. Werkplekken, mensen, er waren veel minder werkplekken dan medewerkers. Dus dat was nog even zoeken. Ik durf hier ook wel te bekennen dat er ook mensen huilend naar huis gegaan zijn. Die daar helemaal niet tegen konden. Steeds meer ontwikkelt zich dit concept en mensen moeten uiteraard aan wennen. Het gebouw moet er aan wennen. Allemaal van dat soort dingen die we in de loop van de komende periode, dat steeds beter gaat vormen. 5000 medewerkers, we hebben maar 3700 werkplekken beschikbaar, wat ik al zei. En we hebben een aardige reductie gemaakt in ons applicatielandschap. We hadden meer dan 800 applicaties. Volgens mij hadden we er meer dan 1000, maar dat dorst ik hier niet op te zetten. En uiteindelijk zijn we teruggegaan naar 500. Overigens hebben we dat nog niet helemaal gerealiseerd, maar dat zit er wel aan te komen. Wat houdt het UCloud-programma in? En waarom hebben wij eigenlijk feitelijk gekozen voor een private cloud? En wij noemen dat dan de U-cloud. Het zou jullie niet verwonderen dat de U voor Utrecht staat, dus de Utrechtse cloud. Allereerst veilige opslag van bedrijfsdata. Wij gaan met zeer gevoelige gegevens om van burgers. Allemaal vastgelegd in ons GBA-systeem. Ja, daar moet je heel betrouwbaar mee omgaan. Ook vanwege regelgeving en wetgeving. Een ongelofelijke hoeveelheid aan diversiteit van applicaties. Die met enige regelmaat ook vervangen, veranderd worden. We hebben SAP-systemen die gemeentebreed door iedereen gebruikt worden. Zo hebben we nog meer van dat soort bedrijfskritische applicaties die gemeentebreed door medewerkers gebruikt worden. Maar we hebben ook applicaties die bijhouden hoe snel het gras in Galgenwaard, waar FC Utrecht voetbalt, groeit. We hebben ook applicaties,
als gewoon Office en dat soort dingen. Dus echt een diversiteit aan applicaties. Vele veranderingen binnen de gemeente. Veel wetgeving die voorschrijft dat we in één keer allerlei taken erbij krijgen of eraf gaan. Nou, vanaf 1 januari allerlei zorgtaken die erbij komen. Ja, dat zijn toch allemaal grote veranderingen die snel, waar we snel op moeten reageren en die we snel en betrouwbaar moeten implementeren. Een reductie op de ICT-kosten zou ook niet voor velen verrassend zijn dat dat gebeurt. En onze visie op ICT-dienstverlening. Wij willen graag ook een shared service centrum gaan worden voor andere publieke overheidsinstellingen. Met name kleine gemeentes die natuurlijk heel erg worstelen met hoe gaan we dat nu allemaal inrichten. En houden we die expertise nog zelf of gaan we dat ergens anders uitbesteden. We hebben al samenwerkingsovereenkomsten met bijvoorbeeld de provincie, maar ook met een waternet. Die nemen een bepaalde dienstverlening van ons af. En feitelijk willen we dat eigenlijk verder uitdragen en verder implementeren. Wij zijn daarmee in gesprek, maar dat is nog niet tot concrete plannen omgezet. Nee. We hebben volgens mij wel binnenkort weer een gesprek met de Hogeschool Utrecht. Ja. Wat hebben wij uiteindelijk allemaal gedaan? Het is vooral het binnen het UCloud-programma de technische infrastructuur geweest. Uiteraard hebben we, maar dat is veel al buiten scope van ons programma geweest, ook functioneel veel wijzigingen gehad. We zijn van Office 2003 naar Office 2010 gegaan. Nou, zo zijn er nog veel applicaties zijn er gewijzigd, aangepast. Andere schablonen, generators, noem het allemaal op. Dat is allemaal in de bovenste kolom uitgewerkt. Wat wij uiteindelijk gewijzigd hebben, dat is wat mij betreft best wel omvangrijk. We zijn in 2010 al begonnen met het bouwen van een nieuw datacenter aan de rand van de gemeente Utrecht. En we hebben een tweede datacenter gebouwd in het stadskantoor. Sorry. Ze hebben een twin datacenter concept. Als één datacenter wegvalt, is ook in heel veel gevallen verplicht dat wij dan een uitwijk hebben georganiseerd. Nou, we hebben dat is feitelijk zijn er twee geloadbalanced omgevingen gebaseerd op twin datacenter. Dus als er één wegvalt, dan kunnen we onze dienstverlening volledig doorzetten in het andere. Overigens niet al onze VDI's. Want VDI's die hebben we verdeeld over twee datacenters, dus onze desktop. Dus mocht er een datacenter wegvallen, dan kan de helft van de ambtenaren nog maar doorwerken. Dat is een keuze, een kostenkwestie geweest. Dus wat hebben we gedaan? We hebben vervolgens gezegd, nou dan moet je wel prioriteren welke gebruikers er zometeen wel gewoon door mogen en moeten blijven werken. Je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld de dienstverlening, dus mensen die een directe relatie hebben met mensen aan de balie, ja, dat gewoon wel doorgang vindt. Dus dat die een eerste uitwijk krijgen naar het andere datacenter. Nou, dat is gerealiseerd. Hoe hebben jullie in het licht van dat TwinCenter de ICT-kosten kunnen drukken? Dat lijkt me juist een verhoging van de kosten. Nou, als ik je vertel dat wij hiervoor 15 datacenters hadden. Omdat wij onze organisatie is ook vernieuwd. Vroeger waren het allemaal verschillende diensten. Tegenwoordig is het één concern geworden. Maar al die diensten hadden hun eigen facilitaire ondersteuning, hun eigen ICT-ondersteuning. Hadden allemaal eigen datacentertjes, computerruimtes ingericht. Dat hebben we zeg maar even geconcentreerd over twee datacenters. Daarnaast hebben we die wettelijke verplichting voor onze bedrijfsapplicaties, zoals een GBA. Waarin we gewoon uitwijk wettelijk verplicht georganiseerd moeten hebben. Dat alles hebben we bij elkaar gebracht en dat hebben we in twee datacenters ondergebracht. Dus dat is wel een reductie geweest. Dat betekent ook voornamelijk niet zozeer een reductie in kosten voor het op orde brengen daar, maar ook beheerstechnische, vooral in beheer.
zijn we wel aardig teruggegaan. Ja. Dat brengt op de volgende pijler, beheer, veel meer self-service, veel meer geautomatiseerd. Proberen eigenlijk feitelijk zoveel mogelijk te automatiseren. We zitten momenteel ook in een reorganisatie van onze beheerorganisatie. Waarin we dat ook volledig anders gaan organiseren. Als je daarin geïnteresseerd bent, dan moet je maar na afloop een keer een geel geven. Dan kan ik je in contact brengen met iemand die die transitie voor ons helemaal begeleidt. Onze beveiligingsinfrastructuur aangepast. Veel meer naar de bron toe in plaats van dat we maar alleen maar een firewall afscheiding hebben. We hebben uiteindelijk op alle locaties en binnen het stadskantoor ons netwerk volledig vernieuwd. Zowel het lokale netwerk als de verbindingen tussen alle locaties en de inmiddels 2 datacenters. We hebben ons storage platform vernieuwd. Dat was een verouderd platform van HP. Dat hebben we vervangen door een unified storage concept van NetApp. Verschillende soorten controllers. 1 beheer, schil eroverheen. En van daaruit beheren we onze storage omgeving. Hosting platform, het Windows platform is vernieuwd. We hebben al onze applicaties voor zover dat kan, hebben we gevirtualiseerd en brengen we streaming, bieden we die aan onze gebruikers. En uiteindelijk wat het meest zichtbare is altijd voor de gebruiker is natuurlijk die desktop. Want ja, dit is allemaal mooi, maar dat ziet de gebruiker toch niet. Is de desktop, we hebben een thin client neergezet of een thin PC of een bring your own. Maar dat hebben we uiteraard niet zelf gedaan. Dat is wel zeg maar even mogelijk binnen dit concept. En we hebben onze telefonieomgeving veranderd. Iedereen mobiel. Ze hebben inmiddels een private GSM. Ik weet niet of iemand dat zegt, maar dat is een GSM gebaseerd op de GSM-technologie. En die hebben we gekoppeld aan een bedrijfscentrale, zodat in ieder geval wel alle voorzieningen en faciliteiten van telefonie beschikbaar blijven. Dus doorverbinden. We hebben ook een softphone. Je kan vanuit je computer een gesprek opzetten en vervolgens afhandelen via dat mobiel. En hij blijft nu maar gaan. Maar... Die, ja. Zijn de verhoudingen thin en vet, zeg maar? We hebben 2900 ICT-werkplekken in het stadskantoor en 850 ICT-werkplekken nog op de buitenlocaties. Dan zijn er 2850 thin clients. Alles met 24 inch schermen uitgerust. Geen dubbele beeldschermen meer of 3 dubbele, alhoewel, geldt niet helemaal hoor. Er zijn nog steeds wel werkplekken waar dat... Waar dubbele beeldschermen staan, maar zoveel mogelijk enkelvoudig uitgevoerd. En 850 flex devices. En flex devices is, wij hadden ooit het idee dat we alles met een thin laptop zouden aansluiten. Totdat, een week of 5, 6 voordat we daadwerkelijk het stadskantoor ingingen, onze CIO in één keer riep, nee, moeten het toch ook tablets worden en... Dus we hebben nu een mengelmoes van thin PC's. Het zullen er ongeveer een 400 zijn. En de rest is ingevuld met flex devices. En flex devices zijn meestal gewone tablets. Samsung, Apple, noem het allemaal. Dat zijn niet de bring your owns? Dat zijn niet de bring your owns. Dat zijn de have your owns, of hoe noem je die dingen? Hire your own, of choose your own, of... Nou ja. Ja. Een vraag, gebruiken jullie FatClients nog voor jullie CAD-applicaties en dat soort dingen, of hebben jullie dat ook gevirtualiseerd? Wij hebben onze CAD-omgeving ook gevirtualiseerd, ja. Ja, ja. MicroStation, AutoCAD, noem het allemaal op, draait allemaal op een gevirtualiseerde omgeving. Binnen de VDI-infrastructuur, weliswaar in een special pool. Dus we hebben een special pool, we hebben zeg maar ook grafische kaarten.
in onze infrastructuur ingebracht om die grafische afhandeling goed te doen. Ja, dat was eigenlijk een vraag. Ja, daar kunnen we een keer over praten. Ja, geen enkel probleem. Ja. Wat kan een medewerker bij jullie als die zijn eigen device meebrengt? Hij kan push en pull e-mail uiteraard, hè? Maar dat kan tegenwoordig bijna iedereen natuurlijk. Hij kan onze samenwerkingsomgeving opstarten, we hebben een aparte samenwerkingsomgeving. En hij kan zijn desktop opstarten. Dat is een beetje een gedoogconstructie. Want we zitten nog even met, volgens mij, met ook wat licentietechnische dingen. Daar moet je wel heel goed rekening mee houden. Van joh, hoe zit dat met Microsoft? Want die rekent, die hebben een eigen rekenmechanisme volgens mij. En daar word je nooit heel erg, voor het opgenomen, word je nooit heel erg vrolijk van. Maar. Dus dat is in ieder geval wat ze kunnen. Ja. En de meesten die gebruiken het gewoon als vergadertool op de Thin Client. We hebben zeg maar ook een lane pool met Thin Clients. Dus mensen kunnen als ze geen vaste werkplek hebben, maar naar een vergadering gaan en geen tablet hebben, dan kunnen ze een thin laptop ophalen. En dan kunnen ze op basis daarvan gewoon werken. Hebben jullie een actief beleid ten aanzien van thuiswerken? Want je komt natuurlijk zelf in de groei met het aantal werkplekken op kantoor. En zo ja, hoe zijn die voorzieningen dan thuiswerken? Dat is... Wij hebben in onze infrastructuur het mogelijk gemaakt dat mensen thuis kunnen werken. Door middel van een soft token zit ik al aan de tijd. Oh jeetje, dan moet ik nog de belangrijkste sheets doen. ik ben hier slecht in. Thuiswerken, soft token, dus two-factor authenticatie om binnen te komen. En vervolgens kunnen ze ook hun VDI daar opstarten. Voor de rest geen voorzieningen. Dus ze krijgen geen computer of er zijn geen ARBO-voorwaardes of weet ik het wat. Het is allemaal van, wij vanuit de ICT maken het mogelijk dat je daar gebruik van kan maken. Maar voor de rest krijg je van de gemeente Utrecht helemaal niets. Ja? Dan ga ik toch maar even heel snel door, want hiervoor ben ik er eigenlijk. Dit is even een schematische weergave van hoe onze infrastructuur eruit ziet. Feitelijk vanaf dit tot dan, daar is het datacenter. En we hebben verschillende toegangspunten tot ons netwerk gecreëerd. Wat ik al zei, vaak op basis van two-factor authenticatie. Allerlei beveiligingsmechanismen zijn natuurlijk ingebouwd in een DMZ-zone, waarin allerlei checks plaatsvinden voordat je daadwerkelijk op het datacenter terechtkomt. Nog één belangrijk ding is de load balancing, die checkt in welk datacenter je uiteindelijk je sessie kan oppakken. Het is ook werkplek volgt medewerker, dus je kan ook gewoon je sessie blijft enige tijd actief in het datacenter. Als je naar huis gaat of naar een andere locatie of op een andere werkplek gaat zitten, dan start je gewoon automatisch je sessie weer op en heb je hem ook te pakken. En wij hebben hem nu ingesteld op 10 uur. Dus iets langer dan een werkdag. Maar dat is instelbaar, dus daar kan je zelf voor kiezen. Wat is belangrijk? Je moet wel weten hoe je gebruikersorganisatie eruit ziet en wat ze feitelijk willen. 85% zijn gebruikers die alle generieke applicaties gebruiken. Daar zit ook niet de uitdaging. De uitdaging zit hem veel meer in juist die 15% die eronder zit. Voor ons zat de grootste uitdaging in de balies. Het aansluiten van onze balies. Al onze baliemedewerkers of onze balies zijn uitgerust met Thin Clients. Mensen hebben me gewaarschuwd, het begint daar nooit aan. Ik ben blij dat we het uiteindelijk wel gerealiseerd hebben. Maar dat is wel een,
een hoofdpijnbreker. Niet vanwege de applicatie, maar vanwege alle verschillende randapparatuur die daarop aangesloten zijn. Visagescanners, biometrie, noem het allemaal maar op. Moet allemaal daarop aangesloten worden. Daar zit een hele grote uitdaging in. Waar nog meer een grote uitdaging in zit, is de CAD-werkplek. Met verschillende toepassingen. Uiteindelijk wel gelukt. Ken je eigen applicatielandschap. Hè? Weet welke applicaties een licentie vereisen. Hè? Of een bepaalde licentie. Je kan niet zomaar alles in een gevirtualiseerde omgeving onderbrengen. En beschikbaar maken. Want ja, dan voor je het weet heb je meer dan 4000 gebruikers. En dus moet je ook op 4000 VDI's beschikbaar. En moet je op al die VDI's die licentie voor die bepaalde applicatie hebben. Nou, zo, daar moet je heel kritisch naar kijken. En of een applicatie inderdaad wel gevirtualiseerd kan worden. Of dat je niet een special pool, zoals wij dat ook hebben moeten doen. Waarin je gewoon MSI's laat om het beschikbaar te maken voor een gebruiker. Wat is je bedrijfsfilosofie? Mogen mensen wel flexen of is dat helemaal niet van toepassing? Ja, dan heeft zo'n infrastructuur volgens mij ook niet zo heel erg veel zin. Uiteindelijk zijn wij tegen wel wat bottlenecks aangelopen. Ik ga nu opschieten. En hebben wij met login consultants hebben we een hoop bottlenecks weten op te lossen. Door middel van de login VSI tooling. Die hebben we zes, zeven keer hebben wij wel testen uitgevoerd. Ik kijk even naar Manfred die ons daarin begeleid heeft. Uiteindelijk heeft dat ons ongelooflijk veel ellende gescheeld. Ik had er niet aan moeten denken als wij deze testen niet uitgevoerd hadden en we zouden dit in een productieomgeving, zouden we erachter komen dat performance issues gaan spelen. Ja, die los je dus op als je die tooling gaat inzetten. En dat is feitelijk hele simpele dingen tot aan hele ingewikkelde aspecten die je daarmee oplost. Voel je zulke testen nog steeds uit om de performance te meten? Dat is een goede vraag. Op dit moment niet. Wij hebben vlak voor de inhuizing naar het stadskantoor een laatste final test uitgevoerd. Waarin we de hele keten hebben getest. Want we hebben even hiervoor alleen maar de VDI-kolom getest. En als laatste hebben we de volledige keten. Dus ook door de firewalls, door de load balancing en door Trend Micro. Hè, dat is onze antivirus en zo. Dat hebben we in de laatste test meegenomen. Ja, wij zijn wel van plan om dit op enige regelmatige basis nog te gaan uitvoeren. Ja, ja? Bepaal welke applicaties er gebruikt worden en leg dat vast. Hè. Je hebt light users, je hebt een gemiddelde van heavy users, van medium users. Nou, probeer een inschatting te maken van binnen de organisatie hoe die verhoudingen ongeveer liggen en ga daarmee ook de testen uitvoeren. Nou ja, wat ik al zei, voer stresstesten uit aan de hand van die workloads. Uiteindelijk hebben wij op basis van een eerste nulmeting, hè, met een klein aantal VDI's, ik licht er even een aantal uit. Mensen die een één op één afspraak hebben, dus vandaar. Oké. Sorry, jij wilde niet in de hal. Nee, maar ik ga binnen een minuut ben ik afgerond. Een nulmeting op een aantal kleine VDI's, zodat je ook weet van, wat is de performance als ik 5 VDI's inzet. En dan kan je dan doortrekken en meenemen als je echt meer dan 4000 VDI's gaat belasten. Doe meerdere testcyclus doorlopen en uiteindelijk hebben wij daar heel veel mee gewonnen. Wat is hier nog interessant? Eigenlijk alles, maar
applicaties voeren automatisch of geautomatiseerd ongewenste acties uit. Hè. Adobe bijvoorbeeld, die haalt ja, als je thuis een update doet, dan is dat niet zo erg. Als dat voor 4000 of 5000 gebruikers gelijktijdig, dan heb je wel wat andere uitdagingen. Dus daar moet je wel heel kritisch naar kijken. We hebben ook aanpassingen in de BIOS gedaan van ons UCS-platform. Dat heeft goede resultaten opgeleverd uiteindelijk. We hebben ook nog op het allerlaatste moment een upgrade doorgevoerd van VMware. Wat is het? ESX-host van 5.2 naar 5.5. Omdat wij ook veel... Nou ja, internet en dat soort voorzieningen, audio en visio en video voorzieningen doen. We hebben 2 CPU's voor iedere gebruiker beschikbaar om die afhandeling te doen. Ja, dat wordt beter ondersteund in de nieuwere versie van VMware dan in de oudere versie. En dat zie je weer terug in de performance. Dat is allemaal aan het licht gekomen aan de hand van die logging VSI tool. En nu... ben ik bij mijn vragen. Maar dat mag niet meer.